Plezier. Dan gaan we beginnen met ons programma. Na de Nederlandse boeren komen nu ook de Duitse boeren massaal in opstand. In Duitsland staan er vandaag en de rest van de week grote boerenprotesten. Er wordt gedemonstreerd tegen overheidsplannen die rampzalige gevolgen zouden hebben voor de agrarische sector. Landwirte speziell haben in den letzten Jahren viele Kürzungen hinnehmen müssen, in allen Bereichen Auflagen bekommen. Und Agrardiesel war einfach das, was dann einfach zu viel war. Und dieser ganze Unmut ist dann ausgebrochen und ist dann hier letztendlich in dieser Demonstration geendet. Was die Regierung hier so veranstaltet, die erhöhen uns die Maut und die Diesel wird teuer, das kann ja kein Mensch mehr bezahlen. Und das geht ja an alle. Ja, Sita, welkom. Eerst hadden we natuurlijk de boerenprotesten in Nederland. En dit gaat dan over Duitsland. Waarom is het dan van belang voor ons om stil te staan bij deze grote protesten in Duitsland? Omdat dit ook weer opnieuw het gevolg is van regelingen die uiteindelijk uit Brussel vandaan komen en die vervolgens omgezet worden door de Duitse regering, waarbij de Duitse regering nu heel veel verhogingen van belasting heeft doorgevoerd, wat de gemiddelde boer zo'n 50.000 euro aan inkomen kost. Nou, dat hebben ze niet over. En in totaliteit moet de landbouw 1 miljard extra aan belastingen betalen per jaar. En dat is gewoon onmogelijk. De bedrijven gaan gewoon kapot als dit zo doorgaat. Ja, het zou gaan ook over subsidies. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, ze hebben een korting op de diesel bijvoorbeeld, zoals de scheepvaart en de luchtvaart dat ook hebben. En dat is omdat die dieselprijzen zijn ook nodig. Mensen willen goedkoop eten hebben. Maar ook bijvoorbeeld moeten ze nu voor trekkers en al hun landbouwvoertuigen moeten ze wegenbelasting gaan betalen, terwijl de meeste machines natuurlijk nooit op de openbare weg komen. Dus daar, dat is een enorme verzwaring van de lasten. Ze hebben de afgelopen jaren, net zoals de Nederlandse boeren, al heel veel verzwaringen van lasten gehad. En als je dit optelt voor je gemiddelde bedrijf en je ziet dat je dan gewoon geen bestaansrecht meer hebt, gewoon omdat je failliet gaat, omdat de overheid zelf te veel geld heeft uitgegeven, ja, daardoor zijn ze nu in opstand. En ze zijn niet alleen, hè. De hele middenstand doet inmiddels mee. Transportsector doet mee, maar ook timmerlui, dakdekkers. Alles doet mee. In de dorpen worden ze ontvangen alsof ze helden zijn. Ook de mensen, zeg maar, die allemaal een baan hebben, die werken voor hun geld, die worden enorm gepakt momenteel door extra belastingen. En die doen mee. Dus het is een hele brede volksbeweging geworden in een paar weken tijd. Ja, je geeft aan van nou, dat is eigenlijk al een aantal jaar. Is er een aanloopje naar deze situatie? Waarom is er dan nu toch een druppel die de emmer doet overlopen? Nou, dit is echt de druppel die ervoor gaat zorgen dat je gewoon de toko moet sluiten. En zo gaat het in Nederland ook, hè. In Nederland hebben we die uitzonderingsmaatregel die we hadden voor mest. Die wordt ook langzaamaan afgeschaft. Betekent ook voor heel veel boeren dat ze nu niet meer verder kunnen. En het is ook daar weer vanuit Brussel geregeld. En ja, de Green Deal wil krimp van de landbouw, wil krimp van voedselproductie. En dat wordt op een onnatuurlijke en gedwongen manier afgedwongen door overheden. Ja, is het dan zo dat die overheden niet doorhebben wat dit met hun bevolking doet? Wat gevolgen zijn voor de boeren? Nou, ze hebben in ieder geval niet in de gaten wat hun eigen positie is. Ik heb bijvoorbeeld ook van de vicepremier van Duitsland een videoboodschap gezien. En waarbij de acties ook direct de kant op worden getrokken van radicaal of extreem rechts. Terwijl daar gaat het hier helemaal niet om. Dit gaat gewoon over mensen die werk hebben, die een bedrijf hebben, die al heel lang bijvoorbeeld dat bedrijf van generatie op generatie overnemen en nu door de overheid worden gedwongen om daarmee te stoppen. En dat houdt voor hun in dat ze ook geen toekomst hebben. Want als dit jouw beroep is, als je hiervoor geleerd hebt en dat raakt weg, wat moet je dan gaan doen? Dus het is nu echt de druppel die de emmer doet overlopen. En ik denk dat we in Nederland die omstandigheden ook wel weer krijgen, omdat we hier ook een aantal regelingen opgelegd hebben gekregen in de afgelopen weken van een demissionair kabinet, waardoor in ieder geval 30% van de boeren eigenlijk geen bestaansniveau meer heeft.
Ja, zou je dan kunnen zeggen dat het van datzelfde beleid uit Brussel komt? Ja, het is een uitvloeisel van de Green Deal. De Green Deal is destijds ingezet, want er moest krimp komen. Krimp van onze welvaart, krimp van de landbouwproductie. Terwijl we een groeiende bevolking hebben. En de FAO, dat is eigenlijk het voedsel- en landbouwagentschap. Agentschap inderdaad, wereldwijd. Die heeft Nederland en Europa, maar Nederland expliciet opgeroepen om niet te gaan verminderen met de voedselproductie, omdat de honger daardoor toeneemt. En we weten allemaal dat als honger toeneemt, als je in een land wordt waar geen eten meer is, dan ga je daarheen waar het wel is. En volgens mij hadden we dat probleem ook al. En dat is allemaal al in rapporten is dat een paar jaar geleden al naar voren gekomen, toen die Green Deal werd geïmplementeerd. Maar we hebben inmiddels een generatie politici en beleidsmakers die het geen bal interesseert of de Europese burgers eraan onderdoor gaan. Ja, en waarom vindt dan in dit geval de Duitse regering het toch belangrijk om deze wetgevingen doorheen te drukken? Nou, ze hebben gewoon veel te veel geld uitgegeven. Net als andere landen. In Nederland klotste het geld de afgelopen jaren bij de overheid ook over de drempels. En vervolgens mag de bevolking het gaan oplossen. En die gaan failliet. En ook de Nederlandse boeren die staan eigenlijk wel weer te trappelen om wat te doen. En wat mij vooral opvalt en wat ik ontzettend mooi vind is die enorme eenheid tussen de boeren, tussen andere beroepsgroepen, maar ook dat die bevolking precies weet wat er aan de hand is. He, of het nou een arts is of iemand die inderdaad het dak dekt. Ze hebben allemaal hun steun betuigd aan de boeren. En die eenheid, he, wij noemen dat all for one, die moeten we hier ook weer krijgen. Want je kan speldenprikjes uitgeven. Maar dit zijn acties in zijn massaliteit en zijn belang dat geen enkele overheid kan dit negeren. Ja, Jelena, ik zie jou ook knikken. Ja, absoluut. Ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad deze demonstraties om echt duidelijk met z'n allen een vuist te maken en te laten zien hoeveel pijn dit doet. Hoeveel pijn dit de boeren doet, hoeveel pijn dit de bedrijven doet. En om ook duidelijk te maken, dit is een politieke keuze. Ja, zo is het. Het is geen gewone bezuinigingsmaatregel. Je straalt hiermee heel duidelijk uit als overheid dat je de boeren eigenlijk niet belangrijk vindt. Dat je het niet erg vindt om die bedrijven uit je land te laten verdwijnen, terwijl je ook op heel veel andere dingen kan bezuinigen die veel minder grote impact hebben. Dus ik denk dat deze demonstratie zeker belangrijk is. Ja, ook bij ons in de uitzending aanwezig is melkveehouder Henry Fox. Henry, welkom. Ja, goedenavond. Ja, Henry, jij bent ook een Nederlandse melkveehouder, maar je woont vlakbij de Duitse grens. En je bent vandaag ook in opstand gekomen voor de Duitse boeren. Waarom is dat? Ja, klopt. Wij hebben inderdaad een melkveebedrijf in Noordoost-Twente, pal op de Duitse grens. En we hebben eigenlijk al een heel aantal jaren heel goed contact met onze Duitse collega-boeren net over de grens. Die zijn ook regelmatig met ons mee geweest wanneer er aan onze kant acties waren. En vandaag hebben wij gezegd van, nou staan wij aan onze kant op en trekken we de grenzen over en gaan we met onze Duitse boeren optrekken. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel en dat is dat we boer willen blijven. En dat we een bestaanszekerheid willen en dat onze boerengezinnen, zoals we die kennen, zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant, dat we die draaiende willen houden. Ja, jij bent er dus bij geweest. Hoe was de situatie daar? Was er veel steun voor de boeren? Ja, heel veel. Ja, heel veel. We hebben een aantal uren opgetrokken met elkaar en een aantal kruisingen een korte tijd dicht gehad. En vervolgens weer hebben we verder getrokken naar andere kruisingen. Maar er stond bij ons in de grensregio op heel veel plekken aan de Duitse grens stonden inderdaad blokkades, maar ook demonstrerende boeren. En dus was heel massaal en heel veel steun, vooral ook van andere mensen. Ja, wat zijn de gevolgen voor de Duitse boeren en voor Duitsland als deze plannen toch doorgang zien? Ja, je merkt aan de Duitse boeren dat dit, wat Sita net zegt, dit is de druppel die de emmer doet overlopen. De laatste belastingplannen die er nu, de maatregelen die er nu komen. En dat is weer wat anders dan min of meer de problemen bij ons. Maar wat je toch wel ziet is dat er toch heel veel dingen elkaar overlappen. En een stapeling van regelingen die er komen en een stapeling van maatregelen die op een gegeven moment een soort stervensconstructie veroorzaakt. In Nederland, in Duitsland, maar eigenlijk in heel Europa zie je op dit moment wel dat de agrarische sector een beetje in brand staat. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is nu om samen op te trekken. En dat ook in Brussel, maar ook de landelijke regeringen toch in de gaten krijgen van jongens, elke boer die er stopt straks, die komt niet terug. En daar komt ook geen andere voor terug. Ja. En volgens mij hebben ze dat niet in de gaten of ze willen het niet zien, ik weet het niet, maar ik denk wel dat de gevolgen heel groot gaan worden, zo langzaamaan. Ja. Hoe ziet de rest van jullie actieweek er verder uit? Ja, wij gaan dus meer ter ondersteuning bij de Duitse boeren. Wij als Nederlandse boeren bepalen niet wanneer en waar er actie gevoerd wordt.
Dat doen hun en we hebben daar goed overleg met elkaar over. En vaak wordt dat op het laatste moment afgesproken van jongens, vanavond gaan we daar of daar nog even staan. Ik verwacht dat daar in de loop van de week ook voor ons nog wel een keer beroep gedaan wordt op ons om ja, met een zichtbaarheidsactie meer te doen. Maar wij vanuit hier, vanuit Latrop, zullen wij niet elke dag op pad gaan om meer te gaan demonstreren. Zeg maar. Dat zal niet gebeuren. Ja, heel erg veel succes en sterkte verder met de demonstraties. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, Sita, wat zijn de gevolgen voor de samenleving als het voortbestaan van de boeren verder in gevaar komt? Ik denk dat je dat nu al ziet. Hele hoge voedselprijzen. Voedsel wat afkomstig is uit landen waar de voorwaarden, de standaarden veel lager zijn dan hier. En er is een aantal jaren geleden al een rapport uitgebracht waarbij de Nederlandse boeren als meest duurzame voedselsysteem wereldwijd zijn vastgesteld. Dat ging over milieu, dat ging over uitstoot, hè, dus de footprint. We hebben hier het meest duurzame voedselsysteem en dat gaan we opofferen voor niks. Dat is ook niet goed voor de natuur, want alles wat hier niet meer geproduceerd wordt, dat zal ergens anders geproduceerd worden en dan wordt dus natuurland wordt omgezet in landbouwgrond. Dat is logisch. Waarbij het verschil is dat alles wat uit Nederland verdwijnt, als één koe uit Nederland verdwijnt, wordt die in het buitenland verplaatst door 3 koeien om dezelfde efficiëntie te krijgen. Dus dat heeft hele grote gevolgen. Maar ik denk dat juist wat de boeren nu de afgelopen een paar weken ook hebben gezien de enorme impact van een minister die heel erg ingrijpt in jouw bestaande rechten. Een vergunning behoort gewoon een bestaand recht te zijn. Als jij een huis bouwt en de overheid komt een paar weken later bij je langs en die zegt ja, maar de helft van het huis mag jij niet gebruiken. Waarom niet? Nou, omdat ik het zeg. En dat is eigenlijk wat er bij de boeren gebeurt. Dus je hebt wel alle lasten. En nu opeens mag je een deel van je grond niet meer gebruiken. Want dat heeft de overheid zo bedacht. En dat wordt je in een wetje opgelegd. En dan heb je er maar naar te voegen. Maar dan ga je wel aan kapot. En we moeten ons niet inderdaad gewoon over de rand laten duwen. Je moet je verzetten. En dat mag in een land. We hebben een democratisch land en we mogen ons verzetten. De Duitsers hebben dat vandaag fantastisch gedaan. En de 15e hebben ze een hele grote demonstratie in Berlijn. Dat is eigenlijk het slot van hun actieweek. En ik hoop dat ze van tevoren de zaak al rond hebben. Denk je dat Frankrijk aansluit? Ik ben zelf door Frankrijk gereden vorige week. Ja. Dwars er doorheen, dan zie je naambordjes van de dorpen en de steden op de kop gezet. Dus wat wij hier met de vlag hadden, zij hebben de stadsnamen op de kop gezet. Ja. Dus nee, ook dat Frankrijk volgt? Ja, Frankrijk. De Polen die staan al aan de grens met Duitsland. Hè, die hebben hun solidariteit ook al betoond. Maar ook de Hongaren, de Oostenrijkers. En FDF heeft contact met eigenlijk alle lidstaten in de EU. We hebben rechtstreeks contact nu ook gewoon, en dat hebben we de laatste weken ook gehad, met de organisatie van deze demonstratiedag. En die contacten blijven er. En wij kijken naar de Europese verkiezingen. Want de Europese bevolking en ook de Nederlandse bevolking moet een hele duidelijke keuze maken bij die Europese verkiezingen begin juni. En wij zullen ze daar, hoop ik, heel erg op gaan wijzen in de loop naar juni toe. Want ik denk dat de Europese bevolking, de Nederlandse bevolking heeft laten zien dat zij dit kabinet niet meer willen. Dat hebben ze in maart gedaan. Dat hebben ze ook in november gedaan. En ik denk dat als we dat over Europa heen smeren, dan kunnen we eindelijk weer een fatsoenlijk beleid krijgen in Brussel wat rekening houdt met de Europese burgers. En dat is nu niet meer het geval. Ja, het belooft een interessante tijd te worden. We houden het in de gaten. Oké. Dankjewel, Sita.